Goedemorgen, het is vandaag maandag weer, een nieuwe weekvlog. Weekvlog nummer 6. Het is al avond, ik heb de hele dag niet gevlogd omdat ik heel druk bezig was met stage. Moest zoveel dingen doen. En ik ben nu weer thuis, ik heb net gedanst op Million Bucks. En vrijdag komt het album uit. Superleuk, van TPY, het EP. En zaterdag vrijdag ga ik ook naar Amsterdam toe. Joepie, I love it. Ik hoef deze week maar één dagje naar school. En dat is donderdag. En ja, daarna hebben we gewoon Pasen en zo. Super vet. Dus ja. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Outfit is on point. Het is dinsdag vandaag. En wat zijn we weer aan het doen? We zijn bij Global. En Jamira is er ook een keer bij. In haar fantastische joggingspak. En oeh, dit gaat goed. Hallo Lies. Hallo Ian. Oh nee, dat gaat echt niet worden, wacht. Oh, je bent zwaar nu. En wat gaan we vandaag doen? We gaan zingen. We hebben dansles. Dus yeah. Oh my god, Ines. Je staat voor je leven vast, hè? Nee, dit laat ik je lekker in. Mijn outfit is shirt at the sisters. Shirt LA Sisters, broek Nike en eyelashes. Ik lig in bed. Het is nu ongeveer 10:45. Ik moet echt gaan slapen, want morgen heb ik weer stage. Super vet. Dansen was echt super leuk, maar wel heel pittig. Ik zit heel erg te twijfelen om erop te gaan, omdat, ja, weet je, dinsdagen stage en whatever. Binnenkort verloopt mijn stage dus en dan daarna heb ik een zee van tijd. Maar nu ben ik druk bezig en zo met vloggen en met mijn examens en zo. Maar het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. Ja, ik ga nog even wat eten, want ik heb nog honger. En ik heb eigenlijk nog niet echt avond gegeten, besef ik me nu. Dus ik ga even wat eten en dan zie ik jullie morgen weer en voor jullie over een paar seconden. Het is woensdag vandaag en mijn moeder heeft een paaspakket gekregen. Dit is het. Dit zit er allemaal in. Superleuk. Dus ik ga het nu openmaken en ik ga het voor jullie unboxen. Big Big Fruit Garden. Dit is granaatappeljam, keizerroosjes, een stuk ontbijt. Koek met van die spikkeltjes erin, paas eitjes. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben nog helemaal klaar voor vandaag. Ik ga naar school. Ik zit vandaag van 10:45 vandaag en ik ga ook zo meteen even een iTunes kaart kopen. Omdat ik een nieuwe album ga kopen morgen. Dan heb ik dat ook in huis. Ik praat een beetje zo zodat mijn ouders nog wat liggen te slapen. Het is best wel vroeg, 7:00 of zo. Ik moet over 5 minuten de deur uit. Dan moet ik ongeveer een paar minuutjes wachten op de bus en dan ga ik vertrekken. Dus let's go to my day. Het is nu al avond en ik heb heel weinig gevlogd vandaag. Maar dat komt er vooral om dat ik heel druk bezig was vandaag op school. Ik zit nu te wachten tot het EP uitkomt van TPY. Die komt over ongeveer een uur online. Of een uur en 50 minuten online. En ik zit nu de vlogs van Masha terug te kijken. Dat ze naar New York gaat. Ik vind dat altijd wel fijn om lekker vlogs te kijken of zo. Als andere mensen op vakantie gaan kijken. Dan denk ik van, ah, ik wil ook op vakantie. En ik vind het zo jammer dat ik mijn vakantie niet heb gevlogd. Niet vorig jaar, maar dat jaar daarvoor. Toen ging ik naar Zuid-Frankrijk. En ik wilde vloggen, maar mijn camera was toen ineens stuk. En ik had een hele slechte telefoon, dus ik kon niet echt beelden schieten of zo. Maar als ik dit jaar op vakantie ga, dan ga ik wel weer vloggen voor jullie. Maar ik zit te twijfelen tussen een zomervakantieserie of echt een hele maand vloggen. Want ik loop natuurlijk nu een week vooruit met vloggen, want jullie zien dit maandag. Ja, jullie zien dit op maandag, maar met vakantie kan ik natuurlijk niet uploaden, misschien. Dus dan komen er waarschijnlijk
andere video's online. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien 3 keer in de week een video of zo. En dan daarna de vakantievlogs. Dus dan loop ik eigenlijk 2 weken vooruit. Of ik zie wel hoe ik het doe. Misschien apart, whatever. Ik zie wel. Dus dat. Ik ga dus nu de vlogs van Masha verder kijken. Ondertussen ga ik denk ik ook even mijn telefoon leegmaken. En toen was je geheugen vol van je telefoon. Dus moest ik even wat dingetjes verwijderen. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik morgen naar Amsterdam ga. Lekker ga winkelen met Ines. Ik heb er wel zo zin in. Even weer lekker wat dingetjes kopen in de stad. Het laatste keer dat ik naar de stad ben geweest. Is ook al best wel lang geleden. Niet naar Amsterdam hè. Maar ja, afgelopen zaterdag ben ik nog in Amsterdam geweest. Maar toen heb ik niet echt gewinkeld. Was ik echt alleen naar de listening party gegaan van Type Fly. En ik wil even iets zeggen. Dinsdag of woensdag. Eergisteren of gisteren zijn die aanslagen geweest natuurlijk in Brussel. En ik wil iedereen even sterkte wensen die zeg maar een familielid daardoor heeft verloren. Ik vind het heel erg en daarom heb ik er ook niet echt iets verteld over in mijn vlogs. Voor respect voor de mensen zeg maar. Dus ik ben best wel lichtelijk bang om morgen naar Amsterdam te gaan. Maar ja, je moet gewoon goed uitkijken. En juist de plekken ontwijken, zeg maar, waar veel mensen zijn. Maar ja, anders dan moet je overal, zeg maar, voor uitkijken. Dus ik ga nu even verder de vlog editen. Dat ga ik doen, want anders is mijn camera weer vol. En dan spreek ik jullie zo weer. Het is vrijdag vandaag en ik loop naar Amsterdam. Ik loop in Amsterdam en ik ben met Ian. We gaan nu doorweg. En we gaan nu naar Forever 21. En ik ben met Ientje. Spijs dus Ian. En we gaan nu naar de Forever 21. En die is hier. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Dat is nu in een soort van, we gaan naar een cafeetje. Maar ja, die trap hier is mega zeil. Kijk hoe zeil dit is. Fuck, dit is echt eng. Je gaat vallen en doodgaan. Het is een soort van dat je een soort van valt in een. Ik ben safe.
konden ze echt wat zeggen hoor in het begin. Mijn is mooier, kijk dat. Ines is blij omdat haar slag nog mooier is dan die van mij. Nou, we hebben dus net Eva gehaald. We hebben net Julia's gehaald, Ien. Julia's hebben we gehaald. De tassen staan bij mij op de grond. We staan hier bij Eiburg of zo. Terwijl hier is het Eimuseum hier op de achtergrond. En superleuk. Ik heb net een jas gekocht en een trui. Die ga ik zo meteen aan jullie laten zien als ik thuis ben. Oh, ik word ineens heel donker. Nu ben ik weer licht. En ja, ik vind het echt mooi Amsterdam. Ik hou van Amsterdam. En ik kom hier vaker. Dus ik ga hier ook vaker heen. En Ines heeft een... wat heeft Ines voor... Ik schrijf normaal bolognese, maar ik heb net een lampje genomen. Vond het helemaal niet lekker. Dus dat is helemaal top. Dus we gaan. We moeten over 5 minuten... Ja, over 5 minuten de trein hebben. Dus we moeten rennen. En ik heb carbonara gehaald. Dus. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En de zon scheen net. Maar het zonnetje is gewoon nu weg. Ik heb net een film gekeken. Ik weet niet meer hoe die film heet. Maar het was wel een hele leuke film. En ik ben gisteren helemaal vergeten aan jullie om mijn aankopen te laten zien. Dat ga ik zo doen. Ik ga zo heel even dansen op TPY. Kisses, het EP, die is vrijdag uitgekomen. Is dat gisteren? Ja, was gisteren. Gisteren is het EP uitgekomen. Dan ga ik even mijn kamer opruimen, want het is echt weer een bende. Ik moet even stofzuigen en blablabla. Hoe vaak doen jullie dat? Hoe vaak maken jullie je kamer schoon? Want mijn kamer ziet er als volgende uit. En ik maak het altijd 1 keer per week helemaal schoon. Dus ja, hoe vaak doen jullie het? Dan heb ik gisteren ook nog de vlog geëdit. Ik heb de vlog niet echt afgesloten. Maar ik heb de vlog geëdit al voor een deel. Dan hoef ik dat ook niet te doen. Hoe ik het dan zeg maar doe, is dan zeg maar vrijdagavond. Doe ik dan meestal de beelden importeren van maandag tot en met vrijdag. En dan zondag doe ik zaterdag en die zondag er nog bijvoegen. Een super handig systeem voor mij ook. En ik lig dus nu op mijn bed. Dus te chillen hieronder. Dus er zit een geel licht. Over 2 weken is Feed. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Het is uitverkocht. Dus je kan helaas geen tickets meer kopen. Maar wil jij mij ontmoeten op de Dutch YouTube Gathering? Dan zal de link in de beschrijving staan waar je tickets kan kopen. Je kan alleen nog maar weekend tickets kopen. En andere tickets, maar niet meer dagtickets. Dus dat is wel niet zo heel erg leuk. Ik ga erheen met je Mira. Super leuk. En ja, laat ook even weten in de reacties of jij naar Feed of naar de YouTube Gathering gaat. Dus ik vind het hartstikke leuk om jullie daar allemaal te zien. Als jullie gaan naar mijn kijkers en zo. En dan, ja, dan ga ik even mijn kamer opruimen. Oh nee, ik laat jullie eerst even mijn aankopen zien die ik gisteren heb gedaan in Amsterdam. En dan zie ik jullie zo weer. Ik heb als eerste deze bordeauxrode trui gekocht. Ik heb deze al in het zwart. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Oh, hij komt niet zo heel goed over op camera. Maar het is gewoon echt een donkerrode trui. En deze was 9,99. Dus bijna 10 euro. En dan kocht ik deze jas. Hij was nu in de aanbieding voor 15 euro. Maar hij was eerst 40. En ik vond deze jas best wel leuk. Ik had deze al gezien in de webshop en toen wilde ik hem kopen en toen dacht ik van oké, weet je, ik wacht nog even en ik ben blij dat ik heb gewacht, want nu was hij gewoon voor 60% korting heb ik hem toegekregen. En ik heb nog dit gekocht, let trouwens niet op de rommel, want mijn laptop ligt hier. Ik heb trouwens, zoals jullie weten ben ik dol op de Marks & Spencer en als eerste heb ik deze bananen flavored milk gekocht. Made with British from Surs, blah, blah, blah. En deze heb ik ook met aardbeien gekocht. En ik heb hem natuurlijk ook in het chocolade gekocht. Maar die chocolade heb ik al op. Dus ja, dit is alles wat ik heb gekocht in Amsterdam. Nou, we staan dus nu in mijn nichtje. Ja, het is nu zondag. En het is eerste paasdag. Yay!
En we gaan lekker buiten spelen. Nou, buiten spelen eigenlijk. Ik ben de oppas van deze twee. Even een outfit check. En daar is Lomenevia. Zeg eens hoi, Seb. Oké, dat is hoi in zijn taal. Hoi in zijn taal. Okay. En dit is outfit check. Wacht. Mijn jasje komt van de H&M, mijn bordeaux rode trui. Lele. Mijn broek van de New Yorker en mijn Nike's. Ah, jasjes. Ik heb een jurkje aan van de H&M. Kijk, laat het even zien. Ja, even een heel lange jurk. En dan heb ik eronder mijn Astar. Nee, van Superstar. Wat is Seb aan? Deze outfit. Kom, we gaan lopen. En daar is een speeltuintje verderop. En daar gaan we eventjes... En het is echt zo grappig, want er is zo'n ronddraaiding en zo. Een ronddraaiding. Oh my god, I like it. Ja, nou ja, wacht maar tot je over gaat geven. En dan heb je dus ik zie jullie zo weer. Ik heb zin in Viet. Ik heb zoveel zin in Viet. Ik ga weer met mijn nichtje naar Viet. En dat ga ik proberen te vloggen met mijn spiegelreflex. En ik heb nu al mijn arm gekregen. Dus Viet wordt leuk. Yes. Viet wordt awesome. En je mag gewoon met Jamie op de foto. Lopen en je komt gewoon met mij. En dan... En mijn nichtje zo, en dan gaan we zo foto's maken. En Seb gaat niet mee, want Seb is heel stout geweest. Oh nee, ja, Seb, je bent super lief. En we spreken jullie zo weer. Doei! Doei. Holy. Woe! Over belichtheid. Yeah. Oké, we gaan echt heel slow. Woo! Woo! Pepper! Woo! James! Oh my god. Wat is Seb aan het doen? Die zijn aan het zingen. Oké, we gaan nu een trucje doen wat we kunnen. En dat ga ik dan ook wacht, eerst gaan filmen. Gaan Oké, kijk. Kijk, eerst gaan Seb en ik doen. Dit gaan wij dus ook. Seb, doe niet. Kijk. Kijk, Seb, die staat nu daar. Ga maar, rennen. Woe! Dit gaan wij nu ook proberen. The birds have just begun. We will always take a stand. For the people, for the land. Let's go back. En het zonnetje schijnt ook en we hebben twee regenbogen, dus hier en hier. Super leuk! En ik ben met mijn neef nu een spelletje aan het spelen van wie wat waar, maar dan in het Engels en whatever. Super leuk! Die geeft meer licht. Dan die. Ik ben dus weer een tijdje thuis en ik praat een beetje zachtjes omdat mijn gezin zeg maar slaapt. Ik zit dus nu hier op de laptop nog even te editen. En ik ga zo lekker slapen. Het was super gezellig bij mijn familie. Ze hebben echt hun best gedaan om het gezellig te maken. Het was super leuk. En we bleven daar tot een uurtje of 9. En toen daarna zijn we naar huis gegaan. George is weer gekeken. En wat ik nu ga doen is... Ik ga mijn weekplanning even maken. Voor volgende week. Of voor aankomende week. En dan... dat ga ik doen. En morgen is het weer paasdag, maar dat zien jullie in een weekvlog van volgende week. Echt super chill. En dan, ik sluit bij deze dan ook maar echt de weekvlog af. Want ik ga niet meer echt iets boeiends doen, gewoon een vlog editen en de laatste puntjes op de i zetten. En dan inplannen en uploaden en dat soort dingen. Dus ik zie jullie volgende week maandag weer. Doei doei!